Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel. En in de rust blikken we nog even terug op de eerste helft van de wedstrijd. Excelsior 31 tegen Staphorst met oud-Excelsior-speler Tom Brumhuis. Ja, ben jij ook verbaasd? Nou, verbaasd is denk ik een groot woord. Nou, ik had wel verwacht dat dat niet zo makkelijk zou gaan. Ja, dit is een comfortabele voorsprong, zo na 45 minuten. En ja, als je de eerste 10 à 15 minuten van de wedstrijd zo kijkt, dan zou je dat nog niet zo direct zeggen. Waar lag het aan? Ja, ik denk dat tot aan de eerste goal was het een gelijk opgaande wedstrijd in mijn optiek. En dat vooral wel op het middenveld een beetje uitgevochten werd. Hè, waarbij beide ploegen er wel een aantal keren uitkwamen. Nou, Staphorst met een bal op de paal. Ik denk vervolgens Excelsior met een gigantische kans voor Penteman. En dan zo gaat het een beetje gelijk opgaand. En dan bij de eerste kans die daarop volgt, is het Hielke Penteman die raak schiet. Ja, en dan lijkt het wel of Excelsior wat vleugels krijgt. Hè, en beginnen ze toch te doen wat ze heel goed kunnen. En dat is het voetballende spelletje. Dus de bal laten gaan, zelf de aanvallen opbouwen. En daarmee nemen ze denk ik het heft een beetje in handen. En zo volgen uit die momenten ook de 2 en 3-0, denk ik. Ja, ik zei ook in de uitzending dat na een half uur spelen Excelsior beter begon te combineren. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Hè. En misschien is wel het moment geweest hè, dat ze toch wat aftastend waren. Hè, wat keken naar het opportunistische spel van Staphorst. Hè, dat toch wel een beetje waakte op momenten. Hè, wat voorzichtigheid. Ja, en dat leek toch wat af te vallen, waardoor ze wat beter in de wedstrijd kwamen. Is dit Excelsior beter dan 2 jaar geleden, toen jij ook regelmatig optrad in het eerste elftal? Nou, centraal achterin denk ik dat nog wel meevalt, maar nee, geitje. Ik vind dit Excelsior zeker beter. En als ik ook naar dit Excelsior kijk, dan ik zie ook dat ze de laatste jaren spelers halen. Ja, die toch afvallers zijn uit het betaalde voetbal. Hè, of bij een club die in de tweede divisie actief is. Nou, in mijn tijd was dat toch een beetje niveau hoofdklasse. Soms ook wat talenten wat daaronder. Hè, en toen, de afgelopen seizoenen is Excelsior ook daarin wat populairder geworden. En weet het toch spelers die afvallen bij betaald voetbalclubs of van hoger af aan te trekken. Ja, waardoor het niveau natuurlijk en de kwaliteit in de groep heel erg stijgt. En je ziet gewoon dat ze heel veel voetbal hebben in de ploeg. En dat is dus een voordeel. Ja, het schuilt natuurlijk wel een gevaar in. En dat is dat de eigen jongens, hè, de eigen jeugd, meer moeite heeft om door te breken. Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Dat is natuurlijk zo. Voor jongens uit de eigen jeugd wordt het op dit niveau moeilijk om door te stromen in die zaterdag derde divisie. Al heb je natuurlijk in de afgelopen jaren, ook onder Peter Westling, gezien dat wel zeker mogelijk is. Met jongens als Jasper Veldkamp, die er nu daadwerkelijk staat. Stijn Beverdam, die ook prima als rechtsback kan spelen. En zo zijn er een aantal meer die wel degelijk meedraaien. En het zal tijd nodig hebben. He? En heel veel geduld bij die spelers zelf ook om uiteindelijk te kunnen spelen. Tom, is in de tweede helft uitgekomen wat jij had voorspeld? Nou, ik denk dat Staphorst wel geprobeerd heeft om het initiatief te nemen. Hè? Alleen de goal bleef toch al wat lang uit. En ik vond toch nog wel Excelsior wat de klok sloeg. En na de eerste treffer dan heeft Staphorst misschien nog wat het idee dat ze nog een tweede treffer kunnen maken. Alleen, ze hebben wel wat mogelijkheden gehad. Alleen, ze waren ook niet helemaal gelukkig in de afronding. En ik vond ook wel dat Excelsior de controle had. Ze hadden soms ook geluk, hè? Dat een schot net geblokt werd of wat dan ook in de achterhoede. Ja, dat is zo. Dat is zo. Nou, en Excelsior heeft natuurlijk zelf ook nog wel een aantal kansjes gehad. Met name met een paar gevaarlijke uitvallen. Misschien net wat pech. Maar ik had zelf nog het gevoel na die 3-1, het wordt nog wel een wedstrijd. Mogelijk als het 3-2 nu valt. Hè? En hij viel er ook al een paar keer tussen. Ja, gewoon goed optreden achterin. Dus wat dat betreft kon Excelsior het met die 3-1 nog vrij gemakkelijk uitspelen. Verdiende overwinning dus? Ik vind het absoluut een verdiende overwinning, ja. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel.